Hoi, Meester Sander hier. En in deze video laat ik je zien hoe jij in Canva gezichten kunt blurren. Want dat is super eenvoudig, super simpel. En dit wil je gewoon kunnen. Oké, okay, hoe het werkt is: ik heb een foto hier achter me in Canva. En nu kan ik die gaan bewerken. Dus ik klik de foto aan en dan klik ik op afbeelding bewerken. En dan klik ik op vervaging. Ik zit wel in de oude editor. Ik had eerst de nieuwe, maar daarin zat deze functie nog niet. Maar hij heet dus vervaging. En als ik die wil toevoegen, dan doe ik zo, vervaging. En nu kan ik zeggen, dit meisje, dat gezicht moet geblurred worden. Dus dat wordt een beetje paars. En dan gaat hij dat dus blurren. Misschien wil ik daar nog een beetje meer. En ik kan er dus ook nog zeggen, hoe intens moet de blur zijn. De spreiding... En wat mijn penseel is. Nou, um, ik kan het ook automatisch doen. Maar zo, op deze manier heb ik de foto al geblurd. Als je het nou niet kan vinden, hij zit dus hier bij Tools. Dus je ziet hier Tools en daar zie je Vervaging. En anders uh, moet je even zoeken. Dus dan ga je hier zoeken op Vervaging. Kijk. En dan vind je hem ook. Uh, ik vind die wel super handig. Ik hoop jij ook. Wil je meer Canva? Volg mijn gratis cursus op onderwijs.tools. Doei!